De actie van de leerkrachten om op de eerste schooldag niet naar het werk te gaan is een signaal dat zij moe zijn van de situatie. Dit zei voorzitter Wilgo Valies van de Bond van Leraren vandaag op een persconferentie. De leerkrachten zijn ontevreden over de houding van de overheid. Op 21 april bereikte de Bond een akkoord met de regering, maar sindsdien heeft de regering niks meer van zich laten horen. En omdat een reactie uitbleef, besloot de BVL om op 3 oktober in actie te gaan. Op de persconferentie heeft Valies flink kritiek geleverd op de regering. De BVL-voorzitter vindt dat de overheid de leerkrachten gewoon aan het lijntje houdt. Ik heb tijdens de meeting met de vertegenwoordiging van de regering heb ik expliciet gezegd dat het starten van dit schooljaar, het weer naar school gaan, dat zal afhangen van het antwoord en de acties die ondernomen zullen moeten worden van de regering naar het ministerie van Onderwijs. Wij willen niet op deze wijze verder bejegend worden door de minister. Wij willen niet dat de minister op een blauwe maandag opstaat en allerlei zaken slingert naar de leerkrachten. We gaan dat niet meer accepteren. En deze issues die ik vandaag heb aangehaald, hoe men omgaat met leerkrachten. Leerkrachten krijgen niet eens de ruimte om zich verder te scholen. Er komt geen enkele input van de kant van het ministerie van Onderwijs. Wanneer leerkrachten initiatieven nemen om goede dingen te doen, dan worden ze beknot door het ministerie van Onderwijs. En daar moet er een eind aan komen. We hebben aangegeven, steeds als Bond van Leraren, als Alliantie voor Leerkrachten van Suriname, dat onderwijs bepalend is voor de ontwikkeling van deze samenleving. Dat er nog meer geïnvesteerd moet worden in het onderwijs, waardoor die ontwikkeling ter hand kan worden genomen. Valies heeft ook kritiek geleverd op de samenleving. Hij vindt het erg dat de gemeenschap de leerkrachten niet ondersteunt. Veel leerkrachten moeten het doen met een bruto salaris van tussen de 1300 en de 2000 SRD. Over de verantwoordelijkheid die de onderwijzer draagt, wordt met geen woord gerept, zegt hij. Nou, gegeven het werk wat ze moeten verzetten, dat een leerkracht van een kleuterschool met zoveel leerlingen, meer dan 40 leerlingen, geconfronteerd wordt, daar wordt er met geen woord over gerept. En wanneer die leerkrachten nou eindelijk een keer opstaan en opkomen voor hun belangen, dan wordt hun meteen gesmeten van, u gaat voorbij aan het recht van onderwijs van die leerkracht, terwijl het juist deze leraren zijn die alles in het werk stellen om hun pupillen goed onderwijs te geven. Ondanks die gebrekkige maatregelen. Laten we een keertje daarna gaan kijken. En die leraar van nu, die is zorgzaam. De leraren zijn allemaal vrouwen. En ze zijn zeer zorgzaam. Aldus voorzitter Wilgo Valies van de Bond van Leraren. De actie van de leerkrachten om op de eerste schooldag niet naar het werk te gaan dient als een signaal dat zij moe zijn van de situatie.